Tijdens de afgelopen eeuw is de Europese landbouw drastisch veranderd bij de omschakeling naar moderne landbouwvoering. De efficiëntie van voedselproductie is enorm verbeterd, maar tegelijk heeft het geleid tot een grootschalige achteruitgang van de biodiversiteit. Het Partridge-Intreg-project toont aan dat moderne landbouw en behoud van de natuur samen kunnen gaan. In 5 Europese landen werden demonstratiegebieden van telkens 500 hectare groot afgebakend. In deze gebieden voorzien landbouwers voldoende hoog kwalitatief habitat voor patrijs en andere akkervogels. In het voor- en najaar trekken onderzoekers en jagers samen het gebied in om hazen, patrijzen en andere broedvogels te tellen. Kennis en terreinervaring worden zoveel mogelijk uitgewisseld tussen iedereen die er baat bij heeft. De patrijs wordt in dit project eigenlijk als paraplu-soort gebruikt. En een paraplu-soort wil eigenlijk zeggen dat die ene soort, in dit geval de patrijs, zeer specifieke noden heeft. Bijvoorbeeld in het voorjaar insecten om de kuikens op te voeden. In de winter genoeg dekking om zich te kunnen verschuilen en een geschikt nesthabitat. En als die soort, dus de patrijs, als die soort het goed doet, dan zullen ook alle andere soorten rond, de insecten, de vogels, alle fauna en flora rond eigenlijk het ook goed doen, net omdat die patrijs zo specifieke noden heeft. Als boer heeft dat wel een voldoening voor hetgeen dat je doet en waar je voor inzet, in samenwerking met de verschillende organisaties. En dat je dan uiteindelijk een populatie die minder en minder wordt, terug kunt doen heropleven. Binnen het Partridge-project wordt de focus gelegd op bloemblokken, speciaal ontworpen voor de patrijs. Het gaat om percelen die ingezaaid worden met een mix van bloemen, granen en gewassen die dekking bieden. Door elk jaar de helft opnieuw in te zaaien en die delen af te wisselen, wordt er telkens een eenjarig en tweejarig deel bekomen. In het eenjarige deel kunnen patrijzen en hun jongen voedsel vinden, terwijl ze in het tweejarige deel nestgelegenheid en dekking vinden. Belangrijke noden die de patrijs hier naast elkaar vindt. En door op perceelsniveau te werken, wordt de maatregel ook heel wat predatiebestendiger dan lijnvormige maatregelen. In het demonstratiegebied in Ramskapelle ligt ongeveer 77 hectare aan maatregelen. Goed voor 15% van het gebied. Het grootste deel daarvan zijn beheerovereenkomsten onder de vorm van graskruidenstroken, fauna-voedselgewas en bloemenakkers. Beheerovereenkomsten zijn overeenkomsten die op vrijwillige basis worden afgesloten tussen landbouwers en de Vlaamse Landmaatschappij. Ze dragen bij aan het beschermen en versterken van de biodiversiteit in het landbouwgebied. Ook de patrijs geniet hiervan mee. Maatwerk is nodig om tegemoet te komen aan de noden van de aanwezige soorten. Daarom zet de Vlaamse Landmaatschappij bedrijfsplanners in. Zij adviseren en begeleiden de landbouwers bij hun beheerovereenkomsten. Zo komt de juiste maatregel op de juiste plaats terecht. We zitten hier aan de kust, dat zijn hier heel grote open vlaktes. Dus voor die patrijzen is dat altijd wat moeilijker om beschutting te vinden. En dan zijn zo'n stroken daar ideaal voor. We zien dat er daar immens veel biodiversiteit komt. We hebben insecten, we hebben de bijen, we hebben heel veel vogels, we hebben ook de roofvogels. Dus uiteindelijk zijn we daar een soort van biotoop aan het creëren ter plaatse. En dan, als je daar inderdaad aan het werken bent met je tractor, dan zie je immens veel bezigheid in dat stukje. Ik ben altijd ook wel liefhebber geweest. Om wel te zien, als ik zo'n fazant of een konijn in mijn tuin zie lopen voor mijn huis, als ik binnen zit, dan kan ik daarvan genieten. En als dat projecten zijn die te goede komen van het veld, en als ik daar ook mijn inkomen uit haal, is dat voor mij om het even als ik nu tarwe zet of als ik zo'n bloemenmengsel inzaai.
Uiteindelijk zijn we als boer eigenlijk een onderdeel van die natuur. Dus hebben we inderdaad wel een bepalende rol in dat landschap dat we hier hebben in Vlaanderen. Om daar ook ons steentje bij te dragen, om ervoor te zorgen dat er uiteindelijk natuur is en dat ze blijft bestaan. Wij krijgen ondersteuning ook dus van verschillende partners. Het INBO zit erin, HVV, dus InAgro, de VLM. Zo, er gebeuren hier ook vogeltellingen, er zijn insectenmonitoringen, er zijn vlindermonitoringen. Ik zou het zeker aanraden aan andere landbouwers om toch stil te staan bij zo'n project. Als je ziet van, ik heb daar een hoekje die voor mij eigenlijk minder opbrengt, die eigenlijk een beetje een verloren hoekje is. Denk er een keer over na en zet het misschien in voor de natuur. Er zijn verschillende projecten en genoeg ondersteuning van de verschillende instanties. Dus dat kan zeker wel lukken. Heb je zelf interesse in het afsluiten van een beheerovereenkomst voor akkervogels? Contacteer de VLM bedrijfsplanner van je regio en kijk samen wat de mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Heb je praktische vragen rond de aanleg en beheer van de maatregelen? Contacteer dan Ruben Mestiaan van InAgro.